We hebben een auditie in 3 rondes. De eerste ronde is online. Dat wil zeggen dat er gevraagd wordt om filmpjes op te sturen van zang, dans en spel met een specifieke opdracht erin. En dan worden die filmpjes bekeken door onze auditiecommissie. En daar wordt eigenlijk al een soort van selectie gemaakt. Mensen die erdoor zijn, die mogen dan naar de volgende ronde van ofwel muziektheater ofwel musicaltheater of allebei. En die ronde is dan wel hier bij FHK. En hier krijgen ze dan ook zangopdrachten, spelopdrachten, dansopdrachten. En dan moet je denken aan een ballet en een uptempo zingen, een monoloog doen of een dansauditie, vaak klassiek ballet, om te kijken wat je in huis hebt. Na die ronde kun je opnieuw ofwel door zijn voor muziektheater of musicaltheater. En af en toe is er iemand die echt voor zowel muziektheater als musicaltheater door mag. En in de laatste ronde wordt dan echt gekeken van we moeten een soort van evenwichtige groep samenstellen en dan wordt echt de keuze gemaakt. En we moeten helaas heel veel mensen teleurstellen. Ik vond de audities hier altijd super positief. De mensen zitten super welkom achter de tafel. Ik bedacht me altijd dat zij mij hadden uitgenodigd om te komen zingen en niet andersom, dat ik een soort van heel wanhopig naar die school wilde, maar dat zij mij echt wilden horen zingen en dat gevoel kreeg ik ook elke keer. En die sfeer was heel veilig, was heel fijn, ook al is het maar een heel kort moment omdat er zoveel mensen zijn. We houden audities en dan kun je je aanmelden voor muziektheater of musicaltheater of allebei. En eigenlijk in de audities gaan we kijken of dat je in aanmerking komt voor muziektheater, musicaltheater of voor allebei. Qua toelatingseisen heb je een HAVO of een VWO diploma nodig. Het is namelijk een HBO, dus je moet sowieso HAVO hebben gedaan of MBO niveau 4. Ik heb zelf een paar mensen in de klas die een MBO theateropleiding hebben gedaan en die het hier heel fijn vinden. En die het hier ook heel goed hebben. Die kon eigenlijk hartstikke mooi doorstromen naar deze HBO. Wij doen het goed in het werkveld. Producenten zijn blij met de studenten die wij afleveren. Maar je moet ook wel passen in een opleiding. En ik denk, je moet wel naar hier komen en voelen van is dit het voor mij? Want misschien pas je ook beter in een andere opleiding. Kan best. Dus je moet er ook voor gemaakt zijn om hier te komen. Aangezien er zoveel mensen auditie doen en zoveel mensen dit zo graag willen, denk ik, ja, je moet wel echt al iets kunnen, wil je hier binnen kunnen komen. Maar het is ook vooral gewoon werken, keihard werken. Want dat geldt voor zowel muziektheater als musicaltheater. Want studenten werken echt keihard. Het is een hele zware opleiding, zowel fysiek als mentaal. En het is gewoon, mentaal en fysiek kan het echt wel zwaar zijn. Dus dan is het wel belangrijk dat jij stevig genoeg in je schoenen staat, wil jij het hier volhouden. Dus dan is het, ja, weet je, als je 16 bent is het vaak echt nog wel te jong. Maar het is niet zo dat we een ondergrens of een bovengrens hebben van leeftijd, maar we kijken wel naar de maturiteit. Dus het komt best wel voor dat we tegen iemand zeggen van kijk, je hebt alles in huis, maar je moet nog even een jaartje of twee jaartjes wachten en dan is het perfect. En je kijkt ook continu in de spiegel, dus je wordt de hele tijd geconfronteerd met jezelf en wat je dus soms niet goed doet. Want dat moet je gaan verbeteren. Ik deed in mijn eerste jaar auditie en toen was ik eigenlijk nog net iets te jong. Dus toen hebben ze mij doorgestuurd naar de Musical Factory, naar de MAF, jongeren. Daar heb ik toen een jaar gezeten en toen heb ik auditie gedaan voor de vooropleiding hier. Ik werd aangenomen en dat is dan, krijg je op zaterdag lessen, eigenlijk zoals een normale schooldag. En door de week moet je nog een keer komen voor zangles. En zij bereiden je eigenlijk voor op de bachelor. En daarbij is het fijn voor hen om te zien of je echt groeit binnen een jaar. Wat jouw sterke en zwakke punten zijn. Waarvan ze zeggen van hier moet je nog even extra aan werken. En dan heb je eventueel kans om aangenomen te worden. Dus je wordt eigenlijk al zo'n beetje zo langzaam naar binnen gehaald. En als het dan goed uitpakt, dan heb je wat meer kans, denk ik. Omdat ze je al kennen. Het is wel een zeer goede voorbereiding, omdat je dan ook in die vooropleiding werkt met onze bachelordocenten al. En we zien dat de meeste studenten van de bachelor muziektheater komen bijna rechtstreeks uit de vooropleiding. Maar het hoeft niet. Je kunt perfect ook van een andere vooropleiding komen of andere lessen gedaan hebben. En ook gewoon aangenomen worden tot de bachelor. Maar het is zeker wel een aanrader. Ik zou zeker de vooropleiding aanraden. Ja, het is gewoon een super fijne manier om al een beetje met de school in contact te komen en met de stad. Maar ook om te kijken van, is dit echt iets voor mij? De ideale M&M-student is iemand die enthousiast is, die bereid is om veel en hard te werken voor zijn passie. Die ook heel goed kan samenwerken met andere mensen, want je komt in een hele kleine klasserecht van 12 à 13
mensen die heel vaak samen moeten werken. In muziektheater maak je heel vaak lunchconcerten samen. Dus dat is heel fijn als je ook heel graag samenwerkt. Je bent heel erg geëngageerd en je houdt heel erg van zingen en spelen en dansen. Zeer gepassioneerd. Heel erg ervan overtuigd dat dit de weg is die hij of zij wil volgen. Het moet iemand zijn die zelfstandig kan werken, maar die ook echt wel een teamplayer is. Het moet iemand zijn die een beetje tegen positieve feedback kan, omdat je jezelf elke dag ziet in de spiegel en dat er altijd wel iemand naast je staat die net iets hoger kan zingen of het been kan net iets hoger, je moet daar tegen kunnen. Dus je moet best wel tegen een stootje kunnen. Dus we zien wel dat onze studenten, dat zijn echt wel mensen die stevig in hun schoenen staan. Ja, en dat is ook nodig in het werkveld. Ja, je moet sowieso gedisciplineerd zijn. Je moet zelf kunnen zeggen van bijvoorbeeld, ik ga vanavond niet uit, want ik moet vroeg slapen, want ik heb morgen de hele dag weer repetitie. Dus je moet best wel wat ook van jezelf vergen, wil je dat aankunnen. En je moet denk ik ook gewoon heel leergierig zijn en willen onderzoeken. Want als je vasthoudt aan bepaalde standaards, dan kom je niet verder. Een tip die ik heb voor mensen die hier komen auditie doen, is bereid je heel goed voor. Dat is altijd handig, dat je niet het idee hebt dat je nog moet aan de tekst denken of dat je de muziek nog niet helemaal kent. Dus bereid je heel erg goed voor. Ga er open in. Bedenk je dat het misschien niet in je voordeel kan uitspelen, maar misschien ook wel. En daar moet je eigenlijk altijd van uitgaan. Ik denk dat je voor de hoofdprijs moet gaan en dat je dan moet kijken waar je raakt. En als je dan eindigt met zilver of brons, is dat ook prima. Maar je moet gewoon gaan voor die hoofdprijs. En als je denkt dat je iets te vertellen hebt, dat je op deze school je fijn voelt, dat voel je tijdens de auditie zelf ook, dan weet ik zeker dat er een weg is voor jou om het muziektheatervak in te gaan of het musicaltheatervak. En dat deze school dat ook zal zien en dat oppikt. Ik zie altijd bij de audities veel mensen die heel zenuwachtig zijn. En eigenlijk is dat totaal niet nodig, want het is oké als je fout maakt. En het gaat er vooral over dat je ook probeert ervan te genieten, want dat straal je dan ook uit. En dan zien we ook dat dit echt jouw ding is. Dus geen zenuwen. Blijf vooral jezelf en ga iets doen waarin jij je steady voelt. Want als jij bijvoorbeeld een lied uitkiest waarin je eigenlijk een noot soms wel, soms niet haalt, ja, grote kans dat met zenuwen je die noot niet gaat halen. Dus kies iets wat voor jou safe ligt, maar wat ook een beetje bij jou past, zodat ze echt jou leren kennen. Ik zou gewoon zeggen, laat gewoon zien hoeveel passie jij hiervoor hebt. Want het is zo'n mooi vak, maar als je het niet echt wilt, dan gaat het ook niet lukken. Dus laat zien hoeveel passie jij hiervoor hebt.